Wij hebben veel heftige challenges gedaan. Atje kratje, lopen door een heel land, 24 uur overleven op verschillende plekken. Maar altijd mochten we slapen, maar vandaag gaan we de heftigste challenge ooit doen. Vandaag gaan wij 24 uur overleven zonder slaap. Wauw. Ja, en ik moet wel zeggen, Milo, we gaan het doen zonder hulpmiddelen. Dus... Oh, oh, oh. Ik mag toch wel nakken? Stelen mag niet. Nee, ik ga niet stelen. Oké, dit ga ik niet stelen. Nee, het ding is natuurlijk wel, kijk, stel je wordt een keer om 6 uur soms wakker en je hebt die avond een feest en dan ben je ook al 40 uur wakker. Maar nu moet het. Ja. En dat is wat de challenge maakt. Er is geen keuze meer. En denken jullie, waarom doen jullie dit nou? Nou, toevallig. Hebben wij op dit moment een nieuw nummer. Ik kom slaap tekort. Mijn mind en body gaan maar door. Bruh. Ik hoor alleen maar dam, dam, dadi, dadi, dam. Na het kijken van deze video verwacht ik dat jullie allemaal even het nummer streamen, want dan komen we binnen op 1. Dat zou lekker zijn. Nummer 1! Hé, maar laat ik het voor de kijkers even heel anders maken. Als jij het nummer niet luistert, slaap je nooit meer. Nou, daar hou je niet meer vol, kan ik je vertellen, vriend. Luister! Goed, je kan hem ook omdraaien. Ik geef vooral geen like achterlaten ook. Wat is eigenlijk moeilijker, dit of voor jou 24 uur op vakantie? Ik heb even nadenken. Ja, dat is we zijn natuurlijk wel 24 uur wakker mensen, maar we hebben ook gewoon dingen te doen. Bijvoorbeeld dingen inzingen voor onze vette avondshow. Acht daagjes. Dus we gaan even nog een paar dingetjes inzingen en dan is Roetker er ook weer bij uiteraard. Dus ja, we gaan even naar binnen. Godverdomme, we hoeven je tegenwoordig niet eens te introduceren, de grote superster. Wat is die camera nou weer aan? Dit is Rutger. Je kan hem kennen van dit nummer. I got a blue car. I got a... Jezus criminelen, wat een pleuris herrie. Hé hey Rutger, vind je van ons nieuwe nummer? Vind je van ons nieuwe nummer? Eerlijk zijn, nu ik heb zijn. Hem alleen nog maar sperm gehoord via TikTok, dus ik heb geen idee, man. Huh? Ik heb geen idee. Of ga je de sperm versie release? We kunnen hem even laten horen aan je. Ja. Nee, maar dan wil ik wel even eerlijke mening. Moet je even doen alsof je bij release reacties zit. Ik hoor alleen maar dam. Ja! Ik ben naar Zuid. Man, die neem je even hakken. Ja. Jongens, laten we even gaan werken. Nou, hij kan niet stoppen met luisteren. Ja, lekker, Milo. Die ga ik even leaken. Pingering, maar je neelt hem wel weer. Maar dan zie je toch dat al 25 jaar dit soort nummers zingen, elke vrije zaterdag, dat werpt zijn vruchten af. Ja, jullie moesten van de tekst leren, dat had ik dan weer niet. Ik heb een broodje besteld voor ons, aangezien we zo harde werkers zijn. Heb je een broodje cappuccino van mij? Nee, ik heb geen broodje cappuccino. Ik had ook voor Milo en Milo deze voor jou. Kijk, als de mensen het zien, is het nieuw jaar. Wat heb jij? Oh, dat is die van Milo. Ik heb speciaal voor jou een broodje rode bieten carpaccio. Nieuw year, nieuw you. Vega boy. Heel vriend, bedankt. Kom op, draaien, ga even naar de bakker. Maar probeer, je geeft toch geen kans? Geef het even een kans. Ja, geef het even een kans. Zal ik de kans geven? Ja. Oh, kut. Hij is helemaal open. Dan ruim ik echt op. Alleen niet, even niet vandaag. Want ik heb vandaag echt andere dingen te doen. Hey jongens, ik ga even voor mezelf wat drinken pakken. Ja, Milo heeft dus iets voor zichzelf voorbereid om vandaag beter te kunnen overleven. Nou gaat het gebeuren hoor. Ik heb even Red Bull meegenomen. Ik denk, we moeten 24 uur wakker blijven vandaag. En dan ga ik met alleen maar water ga ik dat niet trekken. Dus ik voel even een J-kenning. Dat is makkelijk. Ik hoef niet al die dikke mee te nemen. Je dacht niet, ik koop er een trechter bij dan. Oh, ik wil een trechtertje erbij, ja. Het lekkere is, dan kan ik hem gewoon meenemen op naartoe. En dan heb ik helemaal geen moeite met wakker blijven. Maar je hebt net nogal veel met benzine. Heb je hem al even vol gemaakt in de tussentijd? Oh, jij hebt geen benzine. Jij hebt natuurlijk een elektrische auto. Wil ik al die smaken in elkaar gooien? Ze moeten er ook even suikervrij in doen voordat dat wat gezonder wordt. Ik ben dan gek, suikervrij zegt hij. Ik moet er wakker blijven, vriend. Waarom is het oranje dan? Die vind ik zo lekker, die oranje. Helemaal niks mis mee. En wakker blijven, jongen, als een gek. Nou, nu is het wel op, toch? Een gele. Ik neem ook een gele. Lekker. Deze is licht van kleur. Maar niet van smaak. Laat je niet beïnvloeden. Nog een gele. Heerlijk, hoor. De vleesvulkaan slaat weer toe en is vandaag bezig om de gehele levensvoorraad aan Red Bull te verwerken in één groot vat. Wat? Alle kleuren worden gebruikt. En er zijn zelfs beelden dat hij afval verwerkt in deze levensbedreigende mix van vloeistoffen. Gelukkig weet deze buitenstaander hem tegen te houden voordat het echt uit de klauwen loopt. Dit gaat ook zo lang door. Hey, watermelon! Die vind ik lekker, die moet erbij. Sugarfree! Dat komt goed uit. Dit is een soort lasagne, je moet hem opbouwen in lagen. Dus dan doe je na normale doe je. Hoppa, hier ook beleefd. Ik zit met de jank op niks. Ik drink er 12 per dag, serieus. Dit is een bak van gif, jongen, dat is echt niet normaal. Hier kan je een paard mee doodmaken, denk ik. Klopt, ik ben geen paard. Hey luister, drink jij wel eens energiedrank? Sowieso elke dag, man. Zo, perfect. En je gaat de hele dag deze jerrycan meenemen. Ik moet nog wat drinken af en toe. Nee, dan gaat het koolzuur uit. Koolzuur? Zijn er maar geen koolzuur in, man. Als ik het open draai, dan komt er natuurlijk een suis uit. Dat moet ik niet hier doen, man. Doe ik even buiten.
Hij is wat aan de zoete kant. Dus dat vind ik niet vervelend. Naar welke smaakt hij dan nu? Welke kleur? Ondefinieerbaar. Top, top. Maak ik wel. Ja, een klein slokje, man. Maar dit is echt de enige slok, hoor. Ja, dat pakken lekker. Dat lekker. En die gaan gewoon op. Fucking lekker. Ik kan het tegenaan, jongens. Gaan we naar binnen? Ja, we gaan het koud krijgen. Ik weet nu dat er een engel bewaren bestaat. Ja, ik weet ook niet hoe mijn leven het aan kan. Dat zo'n engel bewaren, we bonnetten los dat ik weet. Twee dingen. Ten eerste, ik ben aan het zingen. Ten tweede, waarom drink je aan mijn Red Bull, Jacob? Hallo, ik heb het toch voor mezelf geregeld? Gaan we toch niet met z'n allen hier al zitten teugen? Wat zijn we ermee bezig, man? Geef dat ding aan, het is echt van mij! Geef het me, baby. Jij? Lekker fris. Oh, die witte trui, die kan ik weg. Je merkt als hij valt, dan rijpt hij iets meer. Lekker is dat. Nog even één slot. Nee. Ik moet nou een keer een... We weten niet of we die shot hebben. Ik ben er even klaar mee. Ook een shot vanaf boven. Ook doen we een shot vanaf boven. hebben we een shot? Verder was het vandaag een kwestie van heel hard werken in de studio. En toen de dag erop zat, hadden we heel erg trek gekregen. En gelukkig had Koen een goed idee van waar we zouden kunnen gaan eten. Dames en heren, we zijn in de bus gestapt. Ik ga niet zeggen waar we naartoe gaan. Zie je dat? Ja, dit is onscherp. Maar misschien kun je dan een soort met editing doen dat het wel scherp is. Ja, het is echt pik. Pik CF. Tot zo bij FC Kip. En onderweg naar FC Kip kregen we het geniale idee om het hele menu te gaan bestellen. Maar we zijn helaas niet de enige met dat idee, want bij FC Kip staat nogal een lange rij. Hey, het gaat best snel, man, die rij. Hey, maar even serieus, mensen, als jullie dit kijken. We willen jullie heel veel sterkte wensen in het nieuwe jaar. De vapes zijn vanaf nu niet meer in de lekkere smaakjes beschikbaar. Door het importeren vanuit allerlei landen en AliExpress en zo. Dat vinden we erg jammer voor de jeugd, toch? Ik heb een linkje in de beschrijving gezet, ik ben tegenwoordig dealer. Ook hele illegale Red Bull, met extra vakantie, die kan je bij mij bestellen hoor. Mijn platform en mijn link staat gewoon in de beschrijving. Weet je jouw bedrijfje ook, sneller eerder als toetservice, toch? Nee, dealertjemilo.nl. Nee, wil je dat nu wel voor je hoofdkleur, anders weet je niet dat jij achter dealertje Milo zit. Oh nee hoor, dealertje Milo is voor Milo te regen. Milo van Milo van de bankjes, dus die viel erin. Ruben Koen achter de boete krijgen. Ook illegale cobra's kan je gewoon kopen op dealertjemilo.nl. Niks aan de hand. Waar bewaar je die cobra's? Thuis gewoon. Vuurwerk, nepkleding, nepschoenen. Wapens, alles kan je kopen bij dealertjemilo.nl. Er was in Helmond was er een man opgepakt met helemaal vuurwerk. Illegaal vuurwerk. Oh, oh. En weer de tweede klant. dealertjemilo.nl. Misschien... Oh, boom. Altijd leuk om vaste klanten te ontmoeten in real life. Ik ben iedereen. Echte pyro. En we hebben goed nieuws, vanaf nu is er een nieuw nummer. Hij gaat zo. Ik hoor alleen maar dam. Wist u die mensen dat ik de cobra's van dealertje Milo in mijn kont prop? Ja, en nu even. Ja. We hebben het hele menu. Wat kost dat geintje? €200. Nee, €102. Oh, €102. Ik had verkeerd. Sorry. Maar dit is dus het hele menu. Dat krijg je er niet uit trouwens. Nee, maar dan kan je wel komen. Dit is nu op de NL mensen. Maar ik krijg het er niet bij. Dus ik heb hem even aan de kant. Huh? Onbeskaft. Onbeskaft. Maar je ziet dus niet meteen op water geïnspireerd. Dat is mooi inderdaad. Het is echt een heel origineel concept. Oké, we hebben even een andere plek gezocht. Ik heb hier die bucket en er zitten allemaal dingen in en voor mij is het allemaal hetzelfde. Laten we het proeven. Geen bot erin. Pak hem op. Jij hebt trouwens je moeder bucket. Je moeder! Je moeder! Ik val me helemaal niet tegen. Nee man. Ik moet zeggen, ik vind het best lekker. Ik geef het een 6.8. Kijk mensen, en nu lijkt het natuurlijk alsof we dit alleen zeggen omdat Jan Dino natuurlijk in onze clip speelt dat we aardig moeten doen. Dat klopt. Nee, dat klopt niet. Het is echt lekker. Ik heb hier de Judaska Special. Dit lijkt mij een kipburger. Dit is een heel lief, klein, veilig burgertje. Met kaas. Goed gezien, het is inderdaad met kaas. Culinaire is erop. De Judaska Burger. Ik vind hem erg lekker, maar ik vind het een beetje sus waar die saus vandaan komt aangezien de Judaska Burger heet. Ik geef het een 4. Geef het toch geen 4? Oké, een 3. Oké, fair. Oh, kipburger. Hoppie hopburger. Oh, deze is, die is spicy. Zo, dat zie je nu al. Zo, er zitten allemaal pepers op, jongen. Oh, die is spicy. Kut, wat is dit nou weer, man? Smash burgers zie ik daar, nog heerlijk, hoor. Dat is een kip. Zo, die glijdt er doorheen, hoor, met je tanden. Je hoeft helemaal geen druk te zetten. Oh, hoppie. Hij is hartstikke heet, joh. Het is wel een hele lekkere burger. Ik ga voor een 6. Deze burger past uitstekend bij mij. Het is namelijk de Tata Burger. Oh! What the fuck is dit, weer een
Diertje Mino Special. Als je ook een lekkere knal thuis wil, je weet waar je moet vinden. Ja, wat is nou daadwerkelijk strafbaar? In ieder geval niet de cobra's van DealertjeMilo.nl. Ik denk dat dit een burger is wat waarschijnlijk niet zo heel veel smaak als in... Smaakloos. Ik denk dat dit een burger is die niet zo heel spicy is. Gewoon lekkere zoete smaak. Burger. Burger. Lekker zoete saus erop, hè. Zo'n malse kip. Goed, die geeft deze in 8. De Tata Burger. Heerlijk. Tata Burger. Echt lekker. Wil je hem proeven? Ja, fucking lekker, man. Tata Burger. Oh, echt lekker. I like it. Homo! Een graf takken burger! Koffie, waar blijft die burger? Ik heb een oude een graf takken burger. Waarom zit je eigenlijk aan je tweede item terwijl ik nog helemaal niks gehad heb? Ik ga het om en om doen. Geef het een 7.2. Mooi. Ik heb hier de dobbelop burger. Die ziet er juicy uit. Yeah, that's how good Piemels looks like. Wat? Wat? Nee. Ik zou persoonlijk in een kiprestaurant nooit een vleesburger bestellen. Want kip is geen vlees. Nou, geen nek rund. Oké. Nou, jongen, je bent echt zo nee, jongen. Je begrijpt wat ik bedoel. Ja, nee, dat weet ik toch niet. En alle kijkers weten wat ik bedoel. Ja, maar dan gaat in een kiprestaurant zou ik geen vleesburger bestellen. Oh. Ik geef deze een 5,5. Wat is dit, joh? Het is ook geen kip. Huh? Het is een veggie chicken burger. Een veggie chicken burger? Dus een veggie chicken burger, maar er zit toch echt yuzu beef op dat ding? Ik ben vegetariër natuurlijk, dus als... Van beef. Dit is geen veggie. Maar ook geen kip. Dit zou iemand zo dood kunnen zijn. Ah, nog een veggie burger. Dit is wel goeie. Het is een baksteen, dat is niet normaal. Een cijfer voor alle wokies onder ons. 5.4. Oeh, zo. Oeh. Van moe, hè? Maar we staan ook al een tijdje hier buiten in de kou, hè? Ik denk, ik wou helemaal weg, man. Hey, ik heb de nugget. Dit lijkt echt precies op de nuggets van, nou goed. Ze lijken er heel erg op, maar ze zijn beter. Vind je? Ja. Nou, ik vind het twijfelachtig, hoor. Moving like the speed of... Ik steek een illegaal rotje af. Nou, goh, goh, goh heet. Dat doen we gewoon midden in een woonwijk. Alles is mogelijk via dealertjemilo.nl. We zijn er doorheen, ja. Over dat je deze kipknotsen nog hebt. Zo. Jezus. Oh, zo. 9,5. Conclusie, FC Kip is een mooie toevoeging in het fastfood landschap des Nederlands. Alweer mijn cijfer, 7,5. Ja. 7,5. Schudden we elkaar de hand op. Jeet, dat flippa, net, kijk wat je doet. En vanuit Rotterdam rijden we naar Amsterdam om daar ons avontuur verder voor te gaan zetten. Maar onderweg in de bus is het eindelijk zover. Raoul, zijn eerste aflevering bij de slimste mens is op tv. En die moeten we natuurlijk kijken. Ja! Hij heeft hem gewoon! Jullie aan 214 seconden. Raoul de slimste. Ja. Wie is dood, Jim? Wie dan? Homo! Hey, Philip Frerichs, als jij een leuk verhaal vertelt... Godverdomme, even serieus in deze. Oh, 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 hij valt onderweg. Hey, dan vertel jij een verhaal om je kus over mij, dan zegt hij... Tja, de tussenstand. Nee, we gaan er morgen uit. Ja. Oh, nee. Oeh. Go to gym. Bruh. Dat betekent dat ik vandaag ga winnen. Bruh. Doe het normaal, man. Je bent geen beta mee. Ik schaam het tegen dat jij mij lijkt. Een hele lieve jongen. Sexy! Bruh. Wat weet u van... Dat betekent dat ik vandaag ga winnen. Dames en heren, we zijn op dit moment 12 uur onderweg. Maar dat waren wel denk ik de makkelijke 12 uur. Je kan zeker. We zijn nu echt in mijn lievelingsstraat. Ja, in de PC. Kom je laatste tijd vaak, hè? Te vaak. Maar waar is Miel? Miel zei, ik heb wat bedacht. Nou, dat zal weer kut zijn. Dat zal weer nog een Jaken en zo. Het is je niet. Ik zat te denken, als ik heel veel loop, word ik natuurlijk eerder moe. Dus het is handig. Hallo, kom met Jake en al blijven. Ga er achteraan. Zoek eruit dan! In je doorzak. Als ik veel loop, word ik eerder moe, dan moet ik eerder slapen. Dus als ik dit doe, dan bespaar ik energie. Jij bent helemaal voorbereid voor vanaf, met die Jerry kennen. Dat is ook van dealertjemilo.nl. Nee, maar ik kan hem wel voor je opvoeren. Even uitgeven wat we hier gaan doen. Ja, we gaan dus een clip schieten vandaag. Op plekken die verlaten zijn, terwijl ze nou niet zo verlaten zijn, omdat we toch geen reet te doen hebben. En dames en heren, we hebben geluisterd naar jullie feedback. Want sommige mensen zijn van, oh, er komt een videoclip op vrijdag. Jammer dat er geen video is. Daarom vandaag deze video en morgen de videoclip. Als iedereen nog niet kijkt, één keer streamt. Ja, dan zijn we oprecht het meest streamende nummer ooit op dag 1. Op Last Christmas, nou, oh, daar gaat hij weer. DealertjeMilo.nl. Wat denk je van Max Verstappen? DealertjeMilo.nl. DealertjeMilo.nl op geboren scooters. Is hij op brandstof of elektrisch? Dat is een Red Bull. Voor zeker maar als jij een kindje mee hebt, ik weet nooit hoe hard het gaat. We hebben dus even uitgerekend dat het dus 5,5 liter dat ding dat toen gevuld werd. Hij had er 22 blikken gedaan. Maar wat doet de smaak nu? Vervelende, lekker. Ah, nou, hij blijft zoeken. Goedemorgen, maatje. Zie wie?
En tussen al het geclown van Milo op zijn scootmobiel door zijn we ook nog druk bezig met onze clipshoot. Waarbij we onder andere langs verschillende locaties willen gaan die overdag heel erg druk zijn, maar op dit tijdstip juist helemaal verlaten zijn. Omdat het dus helemaal diep in de nacht is, omdat we dus vandaag niet slapen. Waaronder dus de PC Hoofdstraat en Amsterdam Centraal. Ik heb zelden medelijden met dingen, want ik heb eigenlijk geen gevoel, maar ik heb zoveel medelijden met dat kaartje waar Milo de hele dag op zit. Ik ben nu op het punt dat ik denk, nou, ik zou nu wel kunnen tukken. Ik heb die achtergrond. Dat is ook zo, is ook zo veel te groot voor het karretje. Hij regelt ook weer veel te klein karretje van zichzelf. Wij zijn er recht van. Dit is echt heel chill. Misschien haal ik er wel één. Ik zie gerust dat die ik op kantoor komt, heb ik die gewoon één gehaald, hè. Jij kan echt niet rijden. Zelfs hier zo... Oh. Zo moe. Hij is zo moe. Hij is nu al 3 liter rap, hoor. Hij heeft helemaal geen stap gezet, man. Dealertjemilo.nl. Milo ter Regen is een van de zwaarste mannen van de wereld. Iedere dag rijdt hij rond in dit karretje. Wat een halve raar, joh. Jij kan echt niet rijden, man. Mensen, we hebben een geweldig idee. Koen klimt over het hek heen bij de Amsterdamse pont. Zoals jullie zien, daar zijn we nu. Hij vaart niet meer, maar hij gaat nu op die nok staan. En ik denk dat alle alarmbellen nu in Nederland afgaan. Oh, maar dit is een lauwe shot, toch? Kijk dan, oh, kijk dan, wat een eng shot. Oh, money shot. Kijk eens. RSS 2020 heel de stroot. Oh nee. Snel voor ze. Nee, maar ze komen niet voor jou. Ze komen voor dealertjemilo.nl komen ze voor. Illegale ideebewijs nodig. Dealertjemilo, daar heb je echt alles, hè. Misschien kennen mensen die zouden op dealertjemilo mensen. Heb je echt alles wat dealertjemilo je niet gunt. Hey, ik ben van de vlog. We hebben een nieuwe leuke shot bedacht voor Milo. In de volgende shot gaat hij rijden met zijn scootmobiel. Ik denk misschien een leuk idee is als je gewoon oprecht het water in rijdt. Milo is dus in elk shot is hij zijn scootmobiel rijden en is hij ook aan het teugen. Heel leuk. Kijk vooral de clip, want die komt morgen. Goedemorgen, maatje! Hey, dikke pad in die scootmobiel. Dat poortje is niet voor jou bedoeld. Ik hou het echt niet meer. Het is helemaal gestoord, man. Het is echt ongekend. Is ook helemaal weg. Komt hij daar weer aan? Toneelstuk voorbij. Wat denk je? Toneelstuk. Even wat zendtijd voor Roel, mensen. Ik zou er ook nog een keer een fout antwoord bij de Simpsons mensen in kunnen plakken, maar... Oké, Raoul. Hoeveel kilometer heeft Milo vandaag al gereden op zijn scootmobiel? Ik onderbreek jullie even, maar dat karretje het überhaupt al een kilometer volhoudt is een wonder op zichzelf. Bedankt, Maarten. Zoals altijd weer geweldige input. Ben je aan het gutsen? Wat een tomaat. Oh, een refilletje zo. Oh. Je knoeit, bro. Hij kleurt goed bij de rest. Kom, we gaan, jongens. Ja, Milo is hier geïnvalide vandaag. Ja, maar dat zie je altijd, hè? Ja, dat scheelt ook. Uit, weet je niet dat? Naar de superclub. Nee, hoeft niet. De volgende locatie van onze clipshoot is de Jimmy Woo, waar we toestemming hebben gekregen om te filmen. Maar een jerrycam met Red Bull mee naar binnen nemen, dat gaat wel wat ver. Dus besluit Milo deze te verstoppen onder deze Bulls car midden in de stad. In de hoop dat niemand hem vindt, zodat hij hem na het filmen in de Jimmy weer kan pakken. Voor de slimste mens van Nederland! Oh, ik haal dit! Oké, we zijn weer buiten. Wat een koortsdroom is deze dag, man. Het is nu 3:15. Hoe kan dit nou weer? We zijn net in de club geweest en nu hebben we trek. Dus Milo stelde voor, we gaan naar de Febo. Niemand hier zo eten, maar ik heb zo'n honger. Ik stel voor dat we het hele rijtje speciaaltjes, die is nu vol, die gaan we helemaal leegmaken. Ja, die maken we leeg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 op een rij. 8 op een rij. Maar wat hebben jullie dan? Speciaaltje. Nee, dat kan dus niet. Die neem ik. Een speciale jongen die op de onderwijs heeft gezeten voor iets minder begaafde mensen. Oké, dan is die van mij. En nu. De tweede. Oh, sorry. Hij gaat erbij vullen, je moet hij gaat erbij. Ja! Sorry Roy! Sorry Roy! Godverdomme, laat ook maar! Koen heeft 2 op een rij. Gaat hij het record? Nog maatjes, gaat hij het record van Koen verbreken? Gaat hij het redden? Snel! Ja! Pak hem erin! Nu voor mij! Nee, zet hem op 2!
Mensen, de Febo is niet om te spelen. Dat is puur bier. Sfeerbeer! Hij bestelt er zelf ook een. Ik heb betaald. Bro, die sfeerbeer gast pakt jouw speciaaltje. Sfeerbeer! Hoor jongens, niet meteen kijken, maar achter mij staat een NPC. Rasmus Højlund! Rasmus Højlund! Wat een zieke goalmaker. Het is weg, hè? Hij komt uit België. Nee, joh. Ja, nog wel lang, hè? Droom, Brabant! Yo, chat, daar ben ik weer. Ik weet niet, man. Mijn vriend, kun je dat op? Dit wordt een historisch klein. Ik wil hem nog met cool vertellen. Ja, gaat hem op vandaag, gaat hem op vandaag. Ken je mijn naam? Nee. Wat rookt een banaan? Wat? Ik weet het. Maar houdt de man op de bus te wachten? Ja, ik kom wel meer vanaf. Ja, dat is mijn eigen mop, vriend. Wat een begonnen jij? Oh, nee. Dat is Pommelie Thijs! Pommelie Thijs! Oh, mijn god. Jij bent van Knokhof. Goedenavond. Dit is een andere gast. Dit is een andere guy. Dit is een guy. Pommelie Thijs! Pommelie Thijs! Maar je weet op wie wij zijn? Ja, ik heb al van jullie gehoord. Ik heb al tijdens een Harry Potter. Ik drop hem even. Bro, ik draai één keer mijn kamer om. Staat een briet te barven. Vlogmaatjes, hadden we het toch weer leuker op, hè? We hebben de bakken hoor, ja hoor. Vlogmaatjes. Oh. Nee, ik kom goed. Nee, is een flitsman. Ja. Hey. Ik dacht, die jongens slaan me zeker in elkaar. Yeah! Oh, dat is altijd zoetigheid, kent geen tijd! Oh, die is lekker! Ja, wat een geluk. De jerrycan van Milo is dus niet gestolen. Terwijl hij daar toch voor het grijpen lag, zou je zeggen, onder die Bullscar. Maar goed, we kunnen niet over al onze spullen zeggen dat het niet gestolen is. Want wanneer we terug aankomen bij onze bus, treffen we het volgende aan. Kanus, wat hebben we allemaal... Ja, mijn tas. Volgens mij is alleen mijn tas weg, man. Nee, mijn tas ook. Kanus, maar heb jij geen zoek mijn ding? Ja, ik heb mijn laptop zit erin, man. Ja, mijn tas, laptop. Zijn tas. Hoe kan het hier, man? Is het koude druk in straat? Mijn tas, mijn laptop, zijn tas, zijn laptop. Wat zat er nog meer in? Echt, we zijn een uur weg. We zien hier dat de bankzitters slachtoffer geworden zijn van diefstal. Matty heeft nog een boodschap voor de daders en deze wilt hij graag delen op camera. Bro, ga werken voor je teringgeld, mijn mogol. Wij werken hier avond keihard door 24 uur op te blijven. En jij staat een ruitje voor hetzelfde. Fucking mogol! Als je dit ziet, je bent een mogol! Als ik deze verklaring zo hoor, heb ik het gevoel dat de dader een mogol is. K***, ouwe. Wat? Mijn auto zit in de pas. Al mijn sleutels. K***, ouwe. Ik zag een goed stap, man. Dit is echt... Onze fucking bus, man. Schaam je kapot, man. Ga zijn studie doen, man. Ik moet nog 6 uur wakker blijven. Ik ben helemaal verrot, man. Vlogmaatjes. Soms in het leven van een vlogger zit het niet mee. Vandaag is zo'n dag. Bij dit soort dingen denk ik altijd, het is maar materiaal. Maar het is wel kut, man. Het is niet materiaal. Het is heel veel tijd, gezeik, stress. Ja. Al die batterijen. Onze GoPro's zijn ook gejat, man. Mijn crème zat in die tas. Jouw crème zat in die tas. 5 bar. Nee, zat die er ook nog in? Ja, mijn crème, ouwe. MacBook Pro van 4.500 euro. Sleutels. Dior-tas van 2.000 euro. Stream alsjeblieft ons nummer. Mensen, over tot de orde van dag met een clipshooter. Mensen, de zon gaat inmiddels op. Ik ben nog steeds niet kapot, maar ons raam en de rest van de bus wel. Helaas. Weet je wat jullie beter hadden kunnen doen? Beter je tas dan bij die boelswagen kunnen leggen. Slimste mensen van Nederland, had ik al meteen gezegd. Hartstikke nee. Dag weer daar. Boom! Zeggen. Ik denk, mocht dat nou allemaal niet werken en ik word toch moe, heb ik een derde troef. Waardoor je niet ziet als ik moe ben. Wat is dit nou? Ik ben gewoon wakker. Je hebt geen bril op. Ik heb geen bril. Ook dat kan ons niet meer opvrolijken nu. Ook dat kan ons niet meer op, maar ik ben nu heel verdrietig. Lijkt het toch nog een beetje vrolijk. We hebben het zo koud in de bus, we gaan even de ramen afplakken. Mensen, als jullie dit zien, streamen nog één laatste keer vlogmaatjes. Gelukkig is het niet koud hier. Je merkt er niet zoveel van, dat scheelt. Mijn crème! Mensen, om ons verdriet weg te werken, zijn we even
lekker gaan doen, skydiven met z'n allen. Hartstikke leuk. Kan je gewoon doen net bij de afslag in Leidse Rijn. Heb je een hele leuke accommodatie ervoor. En de skydiven is nog wel overbelicht, zie je dat? Hoor alleen maar dam, dam, dai, dai, dam. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Hey mensen, het is nu 5 uur. We zijn al best lang wakker. Hij draait helemaal door. Hij doet het nu al een half uur. Hey jongens, jullie denken vast, die Rob die kan niet meer naar huis. Want zijn autosleutels zijn genakt. Dat zit je dus even mis. We hebben natuurlijk onlangs de exclusie kopen van een voorganger gedaan. En daardoor hebben we nu een hartstikke mooie Skoda. En dat betekent dat ik gewoon naar huis kan rijden in een Skoda. En jij gaat naar huis omdat er nu iemand rondloopt met jouw huissleutel en jouw vriendin thuis en je liever niet hebt als ze verkracht wordt. Dat eerste klopt. Hey, kun jij mijn auto niet gewoon even flippen? Dieletje Milo, hè? Ja, Dieletje Milo heeft er niks mee te maken. Dieletje Milo is alleen maar hele schone handel. Een goed kentekens heb ik altijd een aanbieding voor jullie. Hey, jij gaat nu naar huis, dan pak je je reservesleutels thuis. Ja. Dan ga je weer terug met die Skoda. Ja. Dan pak je je eigen auto en ga naar huis. Ja. Dan is het 9 uur ongeveer. Ja. En dan heb je een meeting. Ja. En dan, die duurt een uur en dan is het 10 uur en dan mag je naar bed. Ja. Ik heb wel vooral zin om in de Skoda te rijden, want ik heb voor jullie nog echt een hartstikke leuke auto. Perfect, ja. Jongens, we gaan door weer en wind met elkaar. Maar toch. Blijven positief. Even iets anders, mogen we mezelf daar doodruimen, ik slaap van. Ja. Zullen we erop even uitzwaaien? Ja, even uitzwaaien. Niet omdat ik het wil, maar omdat ik gewoon wil erop weg. Hé! Dat is mijn moeder! Kom eens delen, vriend! Oh! En wat kijk je, dames en heren, Rob in de Skoda. Dit is de skeerste auto waar Rob ooit in gezeten heeft. Als je zijn leasebak niet meetelt. Zegt iemand met een bananenhoedje. Nee, prima jongen. Zegt iemand zonder laptop. Rob, geef hem even naar de vinkerloeien met die roemkruim benzinemotor. Oh. Dit is pure carporn. Dan rijd je toch niet. Dit nog wel echt zou werken, man. Die Milo, dat zijn natuurlijk echt serieuze wapens. Wat gaan we doen? Het is nu 5:15. Ik stel voor, we duiken even de stad in, gewoon kijken wat er gebeurt. Dat is nu helemaal niks. Het is 5:15, alles is dicht. Dus jij zegt, we gaan niet de stad in. Jawel, het moet er wat. Mensen, dit is een zeer heugelijk moment. Het is niet alleen heugelijk, het is ook fucking spannend. En op het moment dat we Hoogkaterijnen inrijden, raakt de enige batterij voor de camera die we nog over hebben, helaas leeg. Alle andere batterijen zijn namelijk vannacht gejat en dus gaan we vanaf nu verder op onze iPhone. De camera is trouwens niet het enige met een lege batterij. Ook de scootmobiel van Milo is helemaal leeg. En ondertussen beginnen wij ook aardig moeten raken. Dus besluiten we terug te gaan naar kantoor om daar een paar dartwedstrijden helemaal terug te kijken. Wauw, darting. Maar op kantoor was het zo warm dat we begonnen te knikkenbollen. Dus gingen we weer terug de stad in om even een koffietje bij de Starbucks te gaan halen. Milo haalde overigens geen koffie, want hij had nog genoeg cafeïnehoudende drank bij zich. Vervolgens besluiten we dat het een goed idee is om de eerste collega die gaat beginnen aan een nieuwe werkdag bij ons op kantoor een zeer warm welkom te gaan geven. Ja, ja. Hey. Ja, ja. Ja, 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 ja. Kijk. Keurig op tijd. Lekker slijmen bij de baas hoor. Ja. Heerlijk. Hij weet dat ze er wel zouden kunnen zijn. Even een dag heel vroeg beginnen. De zon komt op en ik ben nog steeds niet kapot. Ze kijkt me aan en lacht van schat, wat heb je op? Zullen we even een uurtje darten kijken? Ja. Al staat. Ja, gun het ons nou. We zitten hier met een iPhone Amish. Te filmen, aangezien al onze batterijen voor onze camera's zijn gejat. Amis, gun het mij nou eens. Ik wat tof zou vinden als mensen gewoon in de comments even gewoon de hele lyrics uittypen. Volgende keer doen we een week. Een week niet slapen. Ja. Je moet even bedenken hoe we rappen, hoe ik dat meeneem. Dames en heren, we moeten nog 3 minuten. Ga ik niet wachten hoor. Deze hele video is een verschrikkelijke koorsdroom. Eindstand, kijk maar wat er gebeurt, ouwe. Ik ging hierheen. Om een dagje wakker te blijven, ik ga terug en ik heb gewoon helemaal niks meer. Je inboedel is weg. Ik heb geen bonuskaart meer. Als jullie het niet erg vinden, laat ik dit bonusje erin voor de volgende keer. Ik ben er helemaal klaar mee. Als jullie het niet erg vinden, breiden we er een eind aan. Mensen, ongelooflijk bedankt voor het kijken. Morgen, 12 uur, de clip van Slaaptekort. Jullie hebben het gezien, dat wordt een clip om van te smullen. Daar gebeurt van alles in. Dames en heren, dealertje Milo. Normaal gesproken vragen we dit soort dingen niet van jullie. We weten, als jullie het leuk nummer vinden, mag je hem streamen. Zo niet, doe het dan maar niet. Dan willen we gewoon eerlijk en fair in zijn. Alleen nu, op dit moment, zoals jullie hebben gezien, zitten wij in een ongelooflijk diep en zwaar moment. Helemaal niks meer. Onze inboedel is weg. We moeten zoveel compenseren, financieel, maar ook mentaal. Ik sta hier met een iPhone te filmen. Dus alsjeblieft mensen, stream ons nummer helemaal dood. Morgen 12 uur, de clip van Slaaptekort. Willen jullie support zien? En dan gaan we nu lekker even naar bed. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende. De gekke shows.